Regina Willemsen vroeg zich af wat dit eigenlijk is, dit pomphuis aan de Kleine der Aa. Dit pomphuis of pompstation is in 1872 gebouwd als rioolpompgebouw van de stad. En daarom is het ook ontworpen door de stadsbouwmeester Johannes Godfried van Beuzekom. Het was nodig omdat de riolen in de stad bij droog weer niet goed doorspoelden. Door water hier uit de Aa te pompen en dan via gietijzeren buizen hier vandaan naar de vismarkt en naar de grote markt te brengen waar grote reservoirs zaten, kon het probleem worden verholpen. In 1926 was het rioolsysteem zo verbeterd dat het niet meer hoefde. En toen besloot de raad om het pompstation, de buizen en de reservoirs te gaan gebruiken voor de brandweer. En 2 jaar later werd het zuidelijk deel hiervan verbouwd tot transformatorstation van het gemeentelijk elektriciteitsbedrijf. Nou, en zo is het nog steeds in gebruik. Dit straatje heet naar het gebouw Pompstraat of Pompstraatje. Jammer dat het straatnaambordje al een hele tijd weg is. In de jaren 30 konden meisjes hierboven een slaapkamertje huren. Nou, in 1955 werd de verdieping echt verbouwd tot 2 bovenwoningen. Nou, hier kwam dan zo de buis, het gebouwtje binnen. En hier stond dan de pomp. Maar die is al tientallen jaren weg. Nou, sinds kort is het gebouwtje van het Noordelijk Scheepvaartmuseum. En die hebben het plan om hier een brasserie te maken met een prachtig terras aan de Kleine der Aa. Maar door allerlei procedures zal dat nog wel even duren. Heeft u ook een vraag voor dit programma? Mail naar beno@oogtv.nl.